sowieso donderdag 18 januari, trainingsdag nummer 16. Op het begin van deze week zei ik nog dat ik op wilde houden met dagelijks vloggen en sporten. Maar op de een of andere manier hebben jullie geluk of pech en houd ik het toch vol. Op de een of andere manier trekt het me toch om dagelijks weer een nieuwe video op te nemen. Speciaal voor jullie, of course. Ik ben nu op weg naar de fitness. Het is al donker, zoals jullie zien. Ik heb de hele dag school gehad. Ik ben net nog geweest koffie drinken. Dus de pre-workout voor vandaag zit alweer in. En vandaag gaan we dan voor leg day. De eerste dag leg day met weinig compound oefeningen, meer isolatie oefeningen. Ik houd de squat er even in, maar ik ga lichter, maar daarvoor meer herhalingen, 3x10. En daarbij doe ik nog een paar leg curls, leg extensions, zoals jullie gewend zijn. En dan probeer ik nog een paar core stabilisatie oefeningen erbij te doen, zodat ik een beetje weer mijn core ga versterken. En dan hopelijk straks, als ik weer wat zwaarder ga trainen in een maandje of 2, 3, ik niet meer zo'n last krijg van mijn rug, zoals ik deze keer had. Ik hoop dat het niet te druk is op de fitness dadelijk, zodat ik jullie ook weer een beetje kan laten zien wat ik daar allemaal doe. We gaan het zien. Als het te druk is, houd ik er niet zo van om te filmen in de sportschool. Ik wil namelijk niet zo worden of eindigen of kut overkomen zoals andere YouTubers en andere mensen hun training hinderen. Dus tot zo! Helaas, helaas, helaas. De sportschool is vol met andere fanatieke nieuwjaarsfitnessers. Vandaar ben ik weer heel even in deze aparte ruimte. Zodat ik toch een deel van de workout kan filmen. Zoals jullie net zagen heb ik heel even de sissy squats gedaan. Ik kan deze niet aanraden. Het gaat heel erg op de knieën. Dus wat dat betreft heel erg blessuregevoelig. Maar ik vond het wel lekker. 1, omdat ik het dan toch kon filmen. En 2, zodat er echt meer werk van mijn bovenbenen gedaan werd. En minder kracht van mijn onderrug werd verlangd. Omdat ik er toch nog steeds wel een beetje last van heb. Vandaar deze keuze. Maar alsnog, ik kan hem niet aanraden om dit thuis te doen. En al zeker niet voor beginners. Zit er weer op voor vandaag. Ik ben blij dat ik dus mijn trainingsschema heb aangepast naar een deload week. Even rustiger aan. Mijn lichaam had het nodig en vooral mijn gewrichten hadden het nodig. De leer wat ik jullie wil meegeven aan deze 2 weken die ik nu gedaan heb met sporten achterin stuk,
Luister echt naar je lichaam. Arnold Schwarzenegger had zijn lichaam niet in 1 week gebouwd. Er is geen één hardloper die de marathon in 1 week heeft gerend. Dus het is niet erg om af en toe gewoon een keertje weer een stapje terug te doen en vanuit daar weer op te bouwen, in plaats van alleen maar doorgaan totdat je dan echt in de problemen komt. Ook psychisch voelt het fijner aan. Ik ben blij dat ik hiervoor gekozen heb. En we houden vol en we moeten nog zo'n 50 dagen vlammen. Dus die 4 trainingen dat ik dan gewoon heel even gas terug ga, maken onder de streep echt helemaal niks uit. Ik zeg dikke vette doei en tot de volgende video. Daar is die weer hoor. We houden het goed vol. Een nieuwe dag en een nieuwe training. 6:30 s'avonds alweer. Ik heb tot nu toe gewerkt. Ik heb dadelijk bezoek, dus weinig tijd voor een training. Vandaar heb ik thuis een beetje een paar dingetjes ingericht. Zo'n must-have fitnessboy apparaatjes. Dat ik toch thuis, als ik iets minder tijd heb, dus geen tijd om naar de sportschool te gaan, toch heel even lekker door te bewegen. Wat ik kan adviseren om thuis aan te schaffen is een kettlebell. Je kan het voor alles gebruiken, elke soort oefening, voor je benen, voor je rug, voor je borst, voor je schouders. Het is een beetje cardio werk, dus echt perfect wat dat betreft. Dan heb ik nog een barbell en 2 dumbbells. En wat ik zelf persoonlijk het fijnste vind, is een pull-up station en een dip station. Vandaar ook vandaag deze home workout. En ook heb ik nog hier deze home trainer. Gebruik ik zelf minder vaak. Ben liever lekker buiten onderweg op de fiets of te voet. Dus weinig tijd. Gewoon lekker thuis. Pull-ups, push-ups, dips, kettlebell swings. En eventueel nog wat snatches. En dan heb je toch weer een full body workout. Dus geen reden meer, geen smoesjes meer, gewoon gas op die lolly. We hebben trouwens vandaag trainingsdag nummer 16, als ik het goed heb. Ja, 16. En we hebben vandaag donderdag. En dan morgen gaan we weer 's morgens lekker vroeg opstaan en er een hardloopsessie in knallen om het weekendje goed te beginnen. Ik zou zeggen, geniet van de rest van de home video training en we zien ons morgen weer. Als jullie niet de plaats hebben voor zo'n groot pull-up station, kan ik jullie ook nog zoiets aanraden. Is een pull-up rack voor in de deuropening. Het lijkt erg instabiel, maar het werkt echt. Het blijft goed hangen. Je ziet wel eens van die Russen die dan uit de deurpost vallen. Maar ik met mijn 90 kilo heb nog nooit problemen gehad. Kost 10 euro, 15 euro tegenwoordig. Dus mocht je echte back gains willen, een mooie V in je rug, een echte must-have. Zo, nog een paar bodyweight squats, eventueel met een gewicht.
En dan heb je in korte tijd een effectieve full body workout gehad. En elke workout die je doet is beter als een gemiste workout. Dus ook al heb je niet zoveel tijd, no excuses. En ik zie jullie morgen weer. Zo, zaterdag 19 januari. Jullie zien hoe rustig het is op de wereld. Iedereen slaapt nog. Het is 8 uur 's ochtends. Ik heb namelijk bezoek van mijn ouders. Vandaar dat ik extra vroeg ben opgestaan. Even lekker een korte run ga doen. En vervolgens dat ik daar nog lekker de hele dag over heb om leuke dingen te doen. Dus ik raad jullie ook aan. Heb je dingen gepland? 'S Morgens gewoon, net zoals door de week, even vroeg uit de veren. Gas op die lolly en dan zit het er weer op voor de rest van de dag. Ik zou zeggen, fijn weekend nog. Woe! Niet elke dag gaat het rennen vanzelfsprekend. Opstaan en gelijk gaan rennen. Zonder iets te drinken, zonder iets te eten. Echt hard hoor. Ik begon nog een beetje te miezeren. Gelukkig heeft het niet doorgezet. Anders zou het even een pechdag zijn geweest. Maar goed, het is belangrijk dat we tenminste wel bereid zijn. Dus er worden weer gains gemaakt. No excuses. Dag 16, 17. And many more to come. Zo. De 20 minuten zitten er weer op. Vandaag een iets kortere training in verband met het bezoek. Ik weet niet of jullie het al zien, maar het regent alweer verschrikkelijk. Ik heb deze run gelijk gecombineerd met een bezoekje aan de winkel, zodat ik gelijk wat boodschappen kan doen. Mooi meegenomen dus. Ik bedank jullie weer voor het kijken. En morgen weer een nieuwe training en een nieuwe video. Oh ja, ik heb trouwens weer 3 kilometer afgelegd in 20 minuten met 9,2 kilometer per uur. Dus iets langzamer als de vorige rund, maar dat maakt niks uit. Er zitten ook wel eens mindere dagen bij. En volgende keer gewoon weer extra hard knallen.